Lieve mensen in Hardenberg, lief publiek. Tjongejonge, wat missen wij u. Ongelooflijk. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor al mijn collega's, onze vrijwilligers, de jongens en meiden van de horeca. Het is een hele rare gewaarwording. 12 maart is een eind weg. En we zijn dan ook ontzettend blij dat we de laatste week, een 3,5 week, dat we elke dag een school binnen hadden uit de gemeente Hardenberg die een musical heeft gedaan. Prachtig om te zien, al die kindertjes zo gelukkig, zo blij, zo vol energie. Jongens, bedankt, want voor jullie was het een bijzondere ervaring, maar ook voor ons was het fijn om er toe te kunnen doen. Het was heerlijk met jullie, dankjewel. Ik wil ook speciaal eventjes al mijn collega's in de techniek bedanken. Echt, u weet niet wat zij allemaal gedaan hebben de laatste 3,5 week. Het was fantastisch. Ze hebben zo verschrikkelijk hun best gedaan. Ik ben er ongelooflijk trots op en ik vind het een stel toppers. Verplaatsingen. Vanaf 12 maart tot 1 juni zijn er ongeveer 30, 35 voorstellingen niet doorgegaan. Ik ben erg blij dat we ongeveer 25 voorstellingen hebben kunnen verplaatsen naar het volgende seizoen. 10 voorstellingen hebben we helaas moeten annuleren, omdat we gewoon geen andere datum konden vinden. Of omdat artiesten volgend jaar in een andere productie spelen. Inmiddels hebben we alle kaarthouders van de betreffende voorstelling hebben we geïnformeerd. En mocht dat niet het geval zijn, neem dan nog even contact met ons op. De kassa is volgende week ook geopend. U kunt ons bellen, u kunt even langskomen, u kunt ons mailen. Wij gaan er al een aantal weken van uit dat wij in het najaar met een 1,5 meter samenleving moeten leven. We hebben eigenlijk direct in april hebben wij de koppen bij elkaar gestoken als theaters en makers. Want we zullen het samen moeten doen. Theaters kunnen niet zonder makers, makers kunnen niet zonder theater. En wij kunnen al helemaal niet zonder u, ons publiek. Dus we hebben gezegd van jongens, laten we een stip op de horizon zetten. En laten we kijken dat we volgend seizoen in 2 helften gaan verdelen. We gaan ervan uit dat we van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 normaal kunnen draaien. Dus gewoon weer met een volle zaal. Dat is een aanname. 1 oktober gaan we met elkaar evalueren of die aanname klopt. De eerste seizoenshelft, 1 september tot en met 31 december, gaan we ervan uit dat we in een 1,5 meter samenleving zullen moeten draaien. Dat betekent dat we in de zaal van de Voorvechter maximaal 102 bezoekers kunnen ontvangen. De programmering die er stond, die alle theaters in Nederland hebben rond februari hun programmering klaar voor het daaropvolgende seizoen. De programmering die er stond, die is eigenlijk in zijn geheel komen te vervallen. En we zijn inmiddels druk bezig om een coronaproof aanbod voor het najaar samen te stellen. Ik kan u nu al vertellen, want we zijn er natuurlijk al mee begonnen. En ook de komende weken gaan we daarmee door. Ik kan u nu al vertellen dat daar hele bijzondere pareltjes tussen zitten. Bijzondere artiesten, bekende namen, prachtig mooie familievoorstellingen. Het gaat gewoon een feestje worden. In het najaar. Maar het wordt wel anders. Want 102 mensen in de zaal. Dat is bijzonder. Wat gaan we dus doen? We gaan dus voorstellingen 2 keer op een avond spelen. Misschien wel een keer om 7:30 en een keer om 9:30. Hè, om iedereen maar de mogelijkheid te geven om toch naar hun voorvechten te gaan. U zult begrijpen dat wij staan te trappelen om u weer te ontvangen. Het zal anders zijn. Het zal op 1,5 meter zijn. Maar we gaan u echt met open armen ontvangen samen met onze vrijwilligers. Dus we hebben er heel veel zin in. We wensen u een goede zomer. Mocht u op vakantie gaan, hou het veilig. Geniet ervan. En we zien u heel graag in het najaar in uw prachtige Voorvechter.